Ze leerden elkaar jaren geleden kennen bij de Nijmeegse Raad van Elf, maar hebben genoeg tijd voor serieuze zaken. Ronald Rutte en kunstenaar Toon Heijmans namen het initiatief tot een nieuw kunstwerk om de slachtoffers van de vliegramp MH17 te herdenken op de plek waar zij weer terugkeerden in Nederland, bij vliegbasis Eindhoven. Samen zijn we eruit gekomen om een monument te creëren wat voor de nabestaanden een vorm van troost is als ze dit herkennen. Ik ben destijds werkzaam geweest als coördinator op platform tijdens de aankomstceremonies. En heb daardoor natuurlijk heel veel contact gehad met de nabestaanden. Heel veel vragen ook gekregen van mogen we bijvoorbeeld in het vliegtuig kijken? Kunnen we de dragers bedanken? En in de periode daarna heb ik eigenlijk ook nog heel veel contact gehouden met hen. Maar ook met de hulpverleners, want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke partij geweest voor hun. En zoals de nabestaanden het eigenlijk altijd omschrijven, ze hebben dat een beetje gevoeld als een warme deken om hen heen. En hele moeilijke tijden. En voor mij was eigenlijk de cirkel nog niet rond. Er ontbrak wat. Want ja, in Eindhoven, daar zijn natuurlijk alle aankomstceremonies geweest. Die beelden zijn de hele wereld overgegaan. En daar is ook een stukje waardigheid teruggegeven. En ik vond het heel belangrijk dat dat moment eigenlijk nooit verloren mocht gaan. Dus dat is eigenlijk ook de reden geweest dat ik een privéstichting heb opgericht. Walk for 298. En zo eigenlijk gezegd heb, er moet een beeld gaan komen. De bol staat op 3 staanders die even onder de bol gevat worden door het motief van de vliegmaatschappij waar duidelijk op staat MH17. Dat alles is in brons gegoten en geplaatst op een sokkel van 1 meter hoog en 60 centimeter vierkant. Op die sokkel staan 298 steentjes gemetseld die verwijzen naar de slachtoffers van alle nationaliteiten die gevallen zijn. Het is in ieder geval dit echt memoreerd aan de aankomstceremonies in Vijfhuizen, wat op 17 juli dit jaar onthuld is. Dat memoreert aan de crash. Het zijn ook 2 totaal verschillende gebeurtenissen. En we weten ook wat de bomen die daar geplant zijn, dat heel veel nabestaanden daar natuurlijk ook naartoe gaan. Maar die gaan er met een hele andere bedoeling toe. Het beeld gaat De Verbinding heten. En De Verbinding is gewoon heel belangrijk, want hier zijn de mensen weer samengekomen. En in tijden van en dagen van onzekerheid. En hoe gaan we daarmee om? En niet alleen de nabestaanden, maar nabestaanden hebben elkaar gevonden. Maar ook de verbinding tussen de hulpverleners. En dat is heel belangrijk.